want ik ben altijd. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik wist niet wat ik vandaag moest uploaden. Dus ik dacht, ja, ik ga wel iets uploaden. Dus ik ga, ja, Brawl Stars uploaden. Met natuurlijk de nieuwe nanoskin. En als je nog deze dingen krijgt. Maar voor hier op Brawl Stars video. Ja. Waren een paar problemen. Ik weet niet hoe ik moest plakken. Dus ja, ik moest wat doen. Dus ik heb er een deel 1 en een deel 2 van gemaakt. De beste oplossing die ik kon zien. Als ik niet kan. Ja, plakken. Ik had het in elkaar. Daarom, ik weet niet hoe dat moet. Nou, maar waarschijnlijk kan het wel met de vierkante app die ik gebruik. Nou, en wat buitenkant. Als deze kanaal 20 subscribers krijgt. Dus subscribe. Als deze kanaal 20 krijgt, dan ga ik vloggen. En dan zien jullie mijn gezicht ook. Ik weet niet wanneer. Ik denk dat ik al weet hoe ik het ga doen. Nou, laten we gewoon snel gaan starten. Oké, ik zit YouTube te kijken op dit moment. Hey, ik zei starten. Oh ja. Nou, en dan ga ik van gekrachtspel spelen. Ga ik wel mega gevecht doen. Want ik wil wel met Nani. We gaan 3 potjes met Nani doen. En daarna 3 potjes van die andere. Oké, ik ben niet de mega knokkers. Ik weet niet of Nani hier goed in is. Nou, je hebt dit. Hier is de probleem. Je moet nooit een plan bedenken. De plan kan heel makkelijk misgaan. Oké. Ja, dat kan gebeuren. Oké. Nou, we starten goed. We starten. Oké, ik moet eens de bak kijken. Oh. Ja. Ik denk dat we beter zijn. Oké. Zijn we goed bezig of slecht bezig? Nou, het ziet eruit alsof we goed bezig zijn, dat niet doen. Oké. Oeh, ze rent ineens weg, hè. Ze is gewoon wat gekoken, denk ik. Eerst kan ze wel gaan winnen, maar zo kan ze wel gaan verliezen. Ja, mij raak ik even gewoon. Dat maakt niet uit. Dat had ook al een plezier, hè. Ja, ik heb niet even gehad. Ik heb er niet echt in een podcast. Maar ik wou vandaag wel een video uploaden. Had zin om vandaag een video te uploaden. Ik ben verslaafd. Ik ben er verslaafd aan geraakt om video's te uploaden. Blijkbaar is dat een verslaving. Video's uploaden. Ik moet het gewoon elke dag doen. Maar ik heb niet elke dag ideeën. Maar oké, ja, we gaan het tweede potje doen. Dus ja. Oké, ik ben alweer niet in mijn knokken. Dat maakt uit dat we zitten met een andere Nani. Die Nani staat stil. Die dacht. Oh nee, het is een andere Nani. Ik moet stil blijven staan. Zodat hij me niet ziet.
als stoel. Dan iemand is best wel op als een niet. Oké. Want de vraag is... gaan we dit winnen? Ja, weet niet waarom ik deze doe. Ik kan om hoekjes schieten. Ik wil leren dat ik gebruik me niet gewoon soms zo. Dan om zo van hoekjes te schieten. Zo kan je het nou niet ook gebruiken. Bijvoorbeeld als er een kaart staat. Bloep, bloep. Oké. Ik denk dat hij veilig is. Wat dat daar mijn vriend zie. Dit is een beetje moeilijk te besturen. Oh, hij heeft een... Oké. Nee, ik kan gewoon langs muren schieten. Maar hij kan over muren schieten. Kunnen ze doen? Yo, we hebben het gedaan, Chichi. Als je niet weet wat Chichi betekent, Chichi betekent goed gespeeld. Maar Chichi kan ook goed game betekenen. Ja, Chichi heeft daar iets niet. Best wel een paar jantjes. Oké. We gaan er één nog één doen. Er is kans dat er ja, wat gebeurt. En ik heb trouwens... Gisteren had ik nog een speeltop en megadoos. En ik kreeg 2 ketjes uit 1. Ik laat zo mijn ding zien welke. Nou, ik zeg zo. Ik kreeg die van Pop en ik kreeg er 1 van Penny. De nieuwste van Penny, want ik had er al 1 van Penny. Nee. Zo. Dit gaat al goed. Zo. Dan ga ik hierna gewoon nog een keer doen, omdat deze zo snel ging. Oké, ja, deze gaat een beetje tussen. Wel is denk ik niet zo goed als een mega knokker, want die heeft pijn, denk ik weinig HP als de mega knokker. En hij was maar geen 3. Ook jam, dat de dag klopt, denk ik ook aan. Weet je wat? Ik kan er 1 keer winnen. Als ik er 1 keer win, heb ik een knokdoos. En misschien krijg ik daar iets uit. Dus. Ik ga nog 1 keer proberen te winnen. En hopelijk zien we dan weer een kal. Of ben ik de mega knokker? Ik ben niet de mega knokker. Maar de mega knokker heeft wel een. Vooral bij de hond. Wat een gegepoognaam. Waarom is dit... Waarom gaan men altijd mega knokkers? Oké, dan is het een grote kans dat hij... Dan is het een grote kans dat hij een deze zit. Aha! Ja, Nani is wel een knokker met weinig HP. Maar het doet wel veel damage. Dus ja... Ik weet het niet, ik gebruik het gewoon zo vaak, ik weet niet waarom. Ik noem het gewoon emoties. Hij heeft weinig HP, maar doet hij veel damage. Dat is eigenlijk gewoon het probleem met Nani's mega knokken, hij doet veel damage. Er is groot kans dat ik kan verliezen omdat het de Nani is. Net ook maar hij, want hij speelt heel goed met Nani. Zo te zien. Nog maar zo weinig seconden. Nog maar, nou niet echt weinig. Is niet echt weinig. Dus ja. Oké.
kan vechten. Ik zal meer op de na niet letten. Dan slechte na niet dan op de, ja, de andere. Maar oké. Oké, ja. Er is 100 miljard procent kans dat we verliezen. Ja, het gaat altijd om plezier. Het gaat nooit om te winnen. Of dan, ik heb wel content om te zitten, waar ik het niet meer. Man. Er is iemand daarnaheen. Zien jullie dat nou? Even kijken, er is gewoon niks hier in de stad. Leuk, die spullen wel weg en zijn deze weg gaan. Oh, team Ajax, are you serious? Sorry. Ah ja. En hoe je kan koel die zit. Dat is niet in de kut. Ja. Wat is er zo slecht aan mijn club? Join mijn club alsjeblieft. Als je Brawlstar speelt. Het heet suikerziekte. Als je niet weet hoe je een club moet joinen. Even tekenen met paal. Als je op deze teken klikt, dan staat ook club. En dan klik je daarop. En dan, oeps. Als je daarop hebt geklikt, is de naam. Ja, join a club alsjeblieft. Oeps. Alsjeblieft, join a club. Dat zijn zo weinig mensen in. Ik weet niet wie ik had toen ik had eet. Ik weet dat het zo'n creepypasta is, maar waarom zou je je Polstas naam zo noemen? Het bestaat, ik heb zelf gekeken bij zoek naar clubs. En je zoekt op Cartoon. Nee, niet Cartoon Cat. Even daar kijken. Ook groepen. Dat zijn slechte groepen. Join mijn groep. Ik wil niet zeggen dat het de beste is, maar ja. Er verliepen gewoon heel veel mensen. Ja, deze niet is mijn beste vriend. Dus ja. Maar waarom verlaten zoveel mensen in mijn club? Is het niet chill hier? Kijk hoeveel goede mensen erin zitten. Ja. Even letterlijk, kom op. Ja. Ben een video aan te maken. Ik ga mega. Ja, goed. Was het zo? Oh, niet zo. Ik heb gevecht. Ik heb mega gevecht. Dus. Doei. Oh, sorry. Doei. Doei bedoel ik. Diep. Ja, diep fout. Nu ga ik wel een keer goed doen. Doei. Ja. Wat doe je zeggen? Dus we gaan wel met haar zeggen. Sorry, Maaike. Toen we ook met haar veel vechten, omdat ik het leuk vind. Ik wil gewoon rennen voor het gaan, zodat ik die doos kan openen. Die doet smiley LG. Ik heb ook zo'n smiley. Ik ga veel AP. Ik heb sprout wel, maar ik heb veel AP. Oké. Okay.
Ik wou misschien moest ik een knok hebben die over muren heen kan schieten. Ja, zo, ja, omhoog noem ik dat. Oh ja, ik denk dat hij gewoon slim is. Hij is slimmer dan Apple. En daarmee doe ik de Apple die Fortnite uit de App Store heeft gehaald. Aha, niemand ontsnapt ons. Dat was een slim idee. Dus ja. Kom hier. Oké, we hebben dit alsnog gewonnen. Dat was verrassend. Dus ja, en dat video te eindigen, gaan we natuurlijk de knopjes openen waar ik van 100 miljard procent weet dat er niks in gaat zitten. Hoe wist ik het zo zeker? Maar hoe ik het weet dat ik niet meer ga krijgen omdat je hem opent, dan krijg je alleen maar iets nieuws, niks anders meer. Dus ja, ik krijg ook geen bonus. Je hebt te veel gevraagd om een video te maken. Ja, ben ik in elkaar. Cool. Oké, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie weer kijken naar de volgende video. Doei, doei.